Eindelijk was het dan zover, de officiële opening van Forum Groningen. De openingshandeling voor het gloednieuwe gebouw aan de Nieuwe Markt vond afgelopen vrijdag plaats. Vervolgens was het Forum 24 uur open voor publiek en was er van alles te doen. Ook voor wethouder Paul de Rook en directeur Dirk Nijdam een bijzonder moment. Afgelopen week hebben we steeds voor een paar honderd man proef gedraaid. Maar nu gaat het echt open en ja, er kunnen 2000 mensen in. En volgens mij zijn er nu bijna 1000 binnen. Dus ik denk dat het heel snel vol gaat lopen. Dus volgens mij is het nu al een groot succes. Dit was niet een lintje doorknippen en het gebouw is open. Nee, het was toch wel even heel leuk toch, met z'n allen. En ik vond het ook mooi, het plein stond vol, tot ver om de hoek. Nou ja, dan zie je dat mensen heel graag naar binnen willen. Dat is eigenlijk nog het leukste ding. Waar moet ik zeker even een bezoekje aan brengen? Ja, ik vind dat dit gebouw, dat is gewoon een gebouw van de vrijheid. En je voelt gewoon als je binnenkomt dat je zoveel kan doen. Je kunt een roltrap omhoog, naar beneden, je kunt... zoveel verschillende stijlen, zoveel verschillende sferen. Dus ik vind eigenlijk dat ik mensen helemaal niet de richting opstuur. Je moet gewoon het gebouw in, gewoon over je heen laten komen. En gewoon een lekker plekje zoeken waar jij wil zitten en van het uitzicht kan genieten. Maar het gaat natuurlijk om de bezoekers van het Forum. De meeste gasten keken hun ogen uit. Ik ben heel positief over deze. Ik vond de entree langs het pleintje, zeg maar, achter de Grote Markt en dit gebouw dus, heel sfeervol. Het is nu natuurlijk ook mooi donker met mooie lichtjes en zo, maar het is volgens mij een aanwinst voor de stad. Wat was nou het eerste wat u dacht toen u hier binnenkwam? Nou, ik ben zelf bouwmanager, dus ik kijk eerst even naar het gebouw en het is natuurlijk een heel mooi bouwwerk. Een mooi bouwwerk? Ja, dus dat is de eerste wat mij opvalt. Ja, en inhoudelijk moet ik het allemaal nog zien. U komt hier binnenkort wel even terug? Ja, je moet dat in Groningen natuurlijk wel gaan bekijken. Ja. Spelen met de auto's, zegt hij. Ja, ik vind het een geweldige aanwinst voor Groningen. Ik vind het heel erg tof dat je ook echt allerlei digitale toepassingen, dat je wat kunt proberen, ervaren. Ja, het is een lekker ruim gebouw, dus ja, ik ben wel heel enthousiast. Ik denk dat dit het nieuwe kloppend hart van Groningen wordt. Helemaal thuis, ja. Hoe kan dat? Nou, de sfeer, het is gewoon gelijk, ik voel me helemaal thuis. Vertel. Nou ja, ik weet niet hoe ik het kan omschrijven eigenlijk, maar ik kwam hier binnen en ik dacht gelijk, nou, ik zag dit staan, ja, leuk om even te spelen. Wat was het eerste wat je opviel toen je hier binnenkwam? Wat me opviel, nou, ik weet niet, de ruimte, gewoon de hal is best wel ruimtelijk, gewoon dat je, het voelt heel ruim aan, gewoon, dat je dan denkt van, oké, ik heb hier alle ruimte om... Nou, gewoon bijvoorbeeld een boek te lezen in dit geval. Wie gaat er winnen? Nou, ik heb gehoord dat Floris een 3 biertjes op heeft, dus ik denk dat ik dit wel ga winnen. Succes! Ik geen commentaar. De openingsfestiviteiten gingen tot diep in de nacht door.